Vanaf de luchtmachtbasis in Eindhoven vertrok vanochtend opnieuw een vliegtuig naar de Filipijnen. Het toestel is dit keer beladen met zo'n 30.000 kilo aan noodhulp voor de slachtoffers van de orkaan Haiyan. We hebben veelal aan spullen bij. We hebben weer dekzeilen. We hebben veel stroomvoorzieners. Grote batterijen, zeg maar. We hebben verlichting. We hebben, ik kan het geloof ik wel zien, printers zie ik staan eigenlijk. En medicijnen, dozen en allerlei. Alles wat nodig is. En, ik heb niet eens de hele lijst gezien. Dus het is nu aan boord. Wat is het hardst nodig? Ik denk toch wel weer de zeiltjes voor het... een huis te creëren of in ieder geval beschutting voor de komende regen. En eigenlijk is aan alles behoefte. Dus alles wat we meebrengen zal heel erg nodig zijn. Vorige keer vertrok al een eerste vliegtuig met vooral tentzeilen en spullen om water te kunnen bewaren. Deze keer zijn het dus vooral medicijnen en medische apparatuur. Maar ook voedselpakketten en zaklampen op zonne-energie. Er waren in het begin problemen om alle goederen van de samenwerkende hulporganisaties ook daadwerkelijk bij de slachtoffers in het rampgebied te krijgen. Maar dat loopt nu beter. Voor ons is het werk gedaan als wij de vracht hebben afgeleverd. En dan hopen we ook met alle mensen daar dat het zo snel mogelijk ter plaatse komt. Ik denk wel dat het een stuk beter zal gaan als de eerste dagen na de ramp. Naar verwachting komt het toestel met een tussenstop in China morgen aan in de Filipijnen.